Hey Plugin Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Hof Bijpman. Ik praat ietsje zachter, want Rosa die slaapt namelijk nog. Weet je wat mij net is opgevallen? Kijk eens even. We hebben Indie Mini eentjes. Ach, wat lief. Indie Mini eentjes hebben we. Dus dat betekent dat de goede kant op gaat. Ook hebben we vet veel eieren die we eigenlijk kunnen gaan verkopen. Maar ik denk dat we daar nog eventjes mee wachten. We hebben nu 40 kippen met, ik weet niet hoeveel, zo eens even kijken hoeveel jonge eentjes we hebben. Eens even gluren. Voor mij moet ik hier staan. Even kijken of ik die trigger kan vinden. Ja. We hebben, selecteren, 20 kleine eentjes. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dus die kunnen daar ook mooi mee bezig. Ook hebben wij natuurlijk de vorige keer hebben wij kleine varkentjes gekocht. Die slapen nou ook nog even lekker. We hebben gevlekte varkentjes. We hebben normale roze varkentjes. Dus dat gaat ook helemaal goed komen. Maar dan ben ik ook benieuwd. Hebben we dan ook kleine kalfjes? Of zou er nog iets te veel van het goede zijn? Ik weet het niet. Alle koeien zitten momenteel te eten. Maar ik denk niet dat we al kalfjes hebben. Nee, helaas. We hebben nog geen kalfjes. Dat is op zich nog niet zo heel erg. Wat trouwens wel zo is, dat zag ik net trouwens ook. Er ligt best wel wat mest bij de eenden. Laten we dat anders eerst even opruimen. En dan gaan we eens even kijken of we misschien iets met de velden kunnen doen. Want eigenlijk wil ik heel graag een voemingwagen kopen. Zodat we compleet gemengd rantsoen aan de koeien kunnen geven. Alleen dan moeten we eerst silage hebben. Dus daar moeten we eerst even mee bezig. Laten we eerst even deze gaan legen. Ik hoop dat alles erin past, 40 liter. Ik denk het haast wel. Zo. Kijk, daar lig je toch nog best wel een hoop mest. Dat is wel netjes als ik dat eventjes opruim natuurlijk, hè. Even kijken, waar was het ook weer? Shift-I toch? Waar was het ook weer? Ctrl-I. Bijna goed. Oké. En dan hebben we in ieder geval weer een klein beetje mest hier. Ik moet alleen even kijken waar we dat eigenlijk kunnen neergooien. Hebben wij toevallig ergens een mestput of zo? Want ik weet dat wij bij de varkens hebben wij ook een mestapparaat. We kunnen het eventjes daar naartoe brengen. We gaan even door de varkens heen. En dan gooien we het daar naartoe. Het is wel even een stukje lopen. Dat is op zich niet zo heel erg. Kijk, en dan hebben we dat in ieder geval allemaal mooi bij elkaar, het mest. We kunnen het natuurlijk ook gewoon ergens op de grond neergooien en dat de verreken het meeneemt. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ach, dit is ook niet zo heel moeilijk. Ja, dan kunnen we dat mooi hier in de hoek neergooien. Zo. Gooi hier meneer. Zo. Nice. Even de andere mest ophalen. En dan hoop ik eigenlijk, ik weet niet of het gaat sneeuwen of whatever. Dan hoop ik eigenlijk dat wij kunnen gaan maaien. En silage kunnen maken. En we kunnen natuurlijk of balen persen of natuurlijk in de kuil. Ik weet niet of wij ergens een kuil hebben. Ja, bovenop de heuvel. En in ieder geval een klein beetje silage hebben. Dat vind ik wel belangrijk. Zodat wij een voemingwagen kunnen kopen. Dat zal wel top zijn. Nou, dan ruim ik nog eventjes dat andere mest op. En dan gaan we eens even kijken wat we nog verder kunnen doen. Er is nog zat te doen hoor, maar er is al zoveel te doen dat je natuurlijk mijn god niet weet wat we allemaal moeten doen. Ach, kijk, kijk, een klein keukentje. Is helemaal blij. Ah, oh, niet zo overrijden. Maar het betekent dus wel, we krijgen dus ook kleine inimini, dingetjes. Dus als het goed is zouden we dus ook gewoon kalfjes moeten krijgen, toch? Nou, en die kalfjes die zetten we natuurlijk in die iglo's. Zodra ze gegroeid zijn, of in ieder geval zodra ze geboren zijn, moeten we ze in die iglo's neergooien. Dat is ook belangrijk. Maar dan gaat het helemaal goed komen. Maar laat ik deze anders even hier staan. Als er weer meer mest is, dan kunnen we het altijd nog verder erin doen. Dan hebben we dat in ieder geval gedaan. En volgens mij valt het bij de varkens valt het wel mee qua mest. Ja, dat valt heel erg mee. En bij de koeien. Nou, dat moeten we wel met de verreken doen. Ja, er ligt ook nog wel wat. Hoeveel mest ligt er? 2000 liter. Laten we dat toch maar eventjes doen. Want straks hoopt dat zich op. En dan blijven we bezig.
Is ook weer zoiets, hè? Zo, dan gaan we daarin. Onze gloednieuwe... Hey, mijn stuur doet het niet. Oh, ik zie jullie zo. Nou, ik heb het stuur gefixt. Oh, er zit een dead zone op. Oh, god, dan moet ik dat eerst eraf halen. Oh, er zit een dead zone op, verdorie. Ja, oké, dan wachten we daar heel eventjes meer. Die. En inderdaad, ik zag ook in de reacties van Lars, vergeet niet een laadpaal te plaatsen, want straks heb je geen geld meer. Dat is inderdaad een hele goeie. Laten we eventjes een laadpaal plaatsen. Kost 5000 euro. Waar zetten we die neer? Jammer dat die niet hier kan staan, hè. Waar kunnen we die plaatsen? Het mooiste is als je het een beetje langs een stopcontact kan zetten. Dat is oké, want hier loopt een elektriciteitskastje. Kijk, kunnen we hem hier neerzetten? Nou, perfect. Oké. Mooi, dan hebben we die in ieder geval ook. Zo. Kijk, en dan gaan we dus eerst eventjes de mest bij de koeien opruimen. Die... Nee, wat wij hem gisteravond heb ik We Were Here gestreamd, samen met Rosa. Dat is een soort escape ding. Mocht je de Discord er niet zijn gejoined, check het linkje in de beschrijving. Dan kun je alle streams ook terugkijken, mocht je dat willen. En dan moest ik mijn stuur eruit halen, dus... Dan moest ik dat eventjes fixen. Alleen jammer dat er nou weer een dead zone op zit, dus die moet ik dus wel eventjes afhalen. Dat was ik even vergeten. Zo... Sorry, koe. Als het goed is, moet een kleine 2000 liter in zitten. Ja, 1984. Nou, top. Ik ben zo benieuwd, jongens, als we straks kalfjes hebben, hoe dat eruit ziet. Dat lijkt me fantastisch. Zo. Ik weet ook niet of we überhaupt in december is het niet altijd de beste... December is niet altijd de beste maand om te gaan maaien. Ik weet het wel. Maar als dat gras klaar is, dan kunnen we daar in ieder geval mee bezig. Kijk, toppie. Zo. Nou, de, de varkentjes hoeft nog niet. Dan moeten we trouwens ook met een... Want we hebben geen grote deur, hè. Nee, dan moet ik met een... Nee, dat was niet de bedoeling. Dat moet ook met een dinges doen. Zit er natuurlijk vol zegen. Jup. Gooi ik het wel even hier neer. Dat was een foutje. Zo. Nou, wat ik even ga doen, jongens. Ik ga even de deadzone eraf halen. En dan gaan we bezig met maaien. Als dat kan. Zo, daar zijn we weer. Ja, laten we even kijken naar veld 11 of wij het kunnen gaan maaien. Dat zou wel fantastisch zijn. De combine hebben we trouwens ook nog niet gebruikt. Laten we eventjes via het hek gaan. Dat is misschien iets makkelijker. Ik weet nog steeds niet wat dit eigenlijk inhoudt. Volgens mij kun je hier gewoon... horse paddock. Oh. Paarden, ja, die hebben we momenteel ook niet. Is het gras klaar om geoogst te worden? Nee. Dat is jammer. Dat is wel jammer. Maakt niet uit, we kunnen altijd nog een dag skippen natuurlijk. Want... even kijken hoor. Want dan gaan we eerst eventjes de dieren allemaal voeren. We hebben de eenden al eten gegeven. De varkens hebben eten en de koeien... Die hebben nog 8000 liter aan voer. Dat is ook niet heel erg veel. Maar laten we eerst maar eventjes een dagje slapen. Dan is het januari en misschien kunnen we dan wel gaan maaien. Of misschien hebben we dan wel kalfjes. Dat we die kalfjes kunnen gaan verplaatsen. Dat zal wel top zijn. Want het is nou december, dus we kunnen niet zo heel veel. Dus laten we eerst maar eens even lekker slapen. Oh, alright. Nou, het is koud. Het is heel koud. Zo koud. Maar die eieren die gaan hard hoor, van die eenden. Ik denk dat we ze moeten gaan verkopen als ik dat zo zie hoor.
Dat wordt ook nog een opgave om al die dingen hier uit te krijgen. Hoeveel dozen eieren hebben we hier wel niet staan, joh? Heel veel. Moet alleen even kijken hoe we die dan ook weer daar krijgen. Ik denk gewoon hetzelfde met dat plateauotje. Of met de fiets. Dat kan ook. Met de fiets hierin. En dan laden op de vent. Bijvoorbeeld. Even kijken. Het is nou januari. Het is koud. Hebben wij in die mini kalfjes? Deze die zijn nog niet gegroeid. Dat hoeft ook niet. Please let there be calves. Het kan ook nog best zijn dat het best lang duurt hoor. Ik denk dat we nog niks hebben. Nee, helaas. Helaas. Hoeveel voer hebben ze nog? 4000. Dus dat gaat best wel hard. Dan moeten we eerst eventjes nog een hooibaal erin pleuren. Dus moeten we eventjes de verrijker weer hebben. En dan gaan we eventjes een hooibaal fixen. Want die koeien die vrinnen zitten natuurlijk ook helemaal lam. Dus het is wel handig om eventjes het voer weer aan te vullen. En die hooibalen die gaan natuurlijk ook heel hard, hè. En eigenlijk zijn deze hooibalen eigenlijk te groot. Dus als wij een compleet gemengde rantsoen willen maken, moeten we eerst kleine hooibalen hebben. Of we kopen er even een paar, dat kan natuurlijk ook. En... hoe heet het? En dan silage, want deze balen die zijn eigenlijk te groot. Als wij één zo'n hooibal in een voemingwagen pleuren, ja... dan wordt het best wel lastig. Ik hoop dat wij deze balen kunnen pakken. Want de vorige keer zat die natuurlijk helemaal vast. Ik weet niet of dat al gefixt is. Ja hoor, dat is gefixt. Nice, 9000 liter aan één baal. Dat is top. Dan hebben ze voorlopig in ieder geval even eten. Kijk, ze hebben bijna geen eten, joh. Zie je dat? Kijk, dan pakken we nog wel even een baal erbij. Ik weet niet of dat nodig is hoor, maar als ze hooi nodig hebben, dan gaat het vanzelf wel op. Want zo gaat het ook sneller. Eigenlijk moet nog een tweede grasveld erbij hebben. En ja, we hebben natuurlijk het grote veld hebben we natuurlijk verkocht, veld 13. Dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar het is wel makkelijker als wij een tweede grasveld erbij hebben als dat nodig is. Voor heel veel... hooi of silage of whatever. Anders moeten we ook nog een paar dagen wachten voordat we überhaupt dat kunnen doen. Vloer hebben we wel eerder genoeg hoor. Dat scheelt. Nou, laat maar los. Kijk, die hebben we nou volledig eten. En dan wil ik eigenlijk kijken of we misschien die eieren kunnen gaan verkopen. Want de velden zijn toch nog niet ready. Laten we dat maar eens gaan doen. Zou deze ook wel hier neer? Dat karretje, dat staat hier volgens mij. De fiets kunnen we ook gebruiken, maar ik denk dat het makkelijker is om een druk karretje te hebben. Zo. Voor mij staat die hier. Toch? Ja. Ik weet niet hoeveel we hierop kwijt kunnen hoor. Maar dat we in ieder geval niet heel de tijd één per keer hoeven te doen. Dus brengen we deze even naar de ene eieren. En dan gaan we die eieren eens even verkopen. Dan blaffen we die hele vent vol met allemaal ene eieren. Deze mag ook dicht. Want het is koud. De stal moet wel mooi dicht wezen en een beetje warm zijn. Oh, het is helemaal niet nodig jongens. Kijk dan. De vent past hier nog doorheen. Daar rijden wel een paar beesten mee aan. Daar letten we er maar eventjes niet op, maar de vent kan hier gewoon inkomen. Dat is ideaal. Kijk, dan kunnen we gewoon alle eieren kunnen we hier gewoon op kwijt. En dat is een heel werk, dat weet ik. Maar als we het één keer hebben geplaatst, dan hoop ik ook dat we mooi wat geld krijgen. Ik weet niet hoeveel die eieren natuurlijk waard zijn. Ik denk dat het gewoon valt onder normale eieren. Dus je zou zeggen, ja, dat levert wel lekker wat op, hoop ik. Hoe kunnen we het eigenlijk het beste plaatsen? Zo misschien? Zo of het was?
Kunnen we er dan drie naast elkaar krijgen? Voor mij wel. Dus we moeten ze eigenlijk zo plaatsen. Dan kunnen we het meeste kwijt namelijk. Dus jongens, be ready. Leef met me mee. Ik moet eerst al deze dingen... Ja, moet ik eventjes opladen. Dus ik ben er wel even bezig. Het was hel en onweer, die eieren. Om die op te laden. Want elke keer als ik een ei pakte, dan vloog ik hier weer de lucht in. Of dan kwam ik weer boven in de hemel kwam ik weer terecht. Maar alles zit er nog op en we hebben in totaal 873 liter aan eieren. Voor al het werk wat je moet doen voor die eieren, is dat toch niet helemaal efficiënt. Maar goed. Even kijken, eieren. Die kunnen we bij de village shop. En dat zal waarschijnlijk weer bij dat Willkommen am Dorfenraden. Bij dat mens wat heel dat loopt te lullen. Denk ik. Dus moet maar even kijken. We rijden daar eerst eventjes heen. Maar we natuurlijk zo kan we weer één voor één moeten natuurlijk ook weer afladen en op de kop gooien. Dat is wel een nadeel. Hopelijk kunnen ze daar iets op verzinnen. Ooit. Het zal allemaal wel ietsjes makkelijker maken. Maar goed. 873 liter aan eieren. Was een hel om dat te doen. En we gaan kijken hoeveel dat oplevert. Even kijken, dan moeten we hier rechtdoor. Want de village shop, waar is dat? Ja, in het dorp. Maar het schijnt dus ook, daar hadden jullie het over, dat ik het ook bij die keel kwijt kan. In die schuur. Ik moet ze dus gewoon op de kop houden. Dus gaan we maar eens eventjes kijken. Maar ja, we hebben in ieder geval mooi wat eieren en het levert toch een klein beetje geld op. We hebben nog geen 1000 liter, dus het zal wel geen 4000 euro zijn. 3,5 misschien? 2,5? Niet echt de moeite waard. Maar wat ik er eigenlijk is dat helemaal niet zoals het hoort. Maar dat wil ik dan eventjes proberen samen met jullie. Misschien dat jullie daar ooit ook nog wat aan hebben. Ik bedenk me nou in één keer iets. Wat trouwens wel zo kan, dan moeten we dat de volgende keer zo doen, is ook niet helemaal realistisch. Maar dat we die eieren op de kop op de trailer doen, want dan hoeven we alleen maar naar binnen te rijden. En dan worden ze, als het goed is, worden ze dan verkocht, toch? Dat dacht ik wel. Dus wat ik eigenlijk wil gaan proberen is zo meteen, we zetten de trekker neer. En het is niet zoals het hoort jongens, ik weet het. Oh, het is niet zoals het hoort. Maar wat we gaan doen, ik ga naar die keel toe. Hier. Kijk, en dan wil ik even wat proberen. Hè. Het mag niet, maar ik ga het toch even proberen. Kijk, let op. Als we nou deze zo doen. Zo. En we gaan dan naar die keel toe. Wordt het dan verkocht? Ja hoor. Is het allemaal weg? Nee. Maar dat werkt dus wel. Dus eigenlijk kunnen we het ook gewoon hier verkopen. Dus als we ze de volgende keer op de kop op de trekker doen, dan hoeven we alleen maar hier naar binnen te rijden en dan worden ze verkocht. Oké. En dat geldt dus ook denk ik voor het voor de groentes en zo. Oké. Dat is goed om te weten. Eigenlijk hoort het niet, hè. Sowieso wat ik net deed, hoort sowieso niet. Maar ook niet om die dingen op de kop op de trailer te laden. Maar anders moet je twee keer hetzelfde werk doen. En dat is ook weer zoiets. Dus we kunnen eventueel eventjes naar het tuintje lopen. Om wat zooi te gaan verkopen. Die uien daarentegen is dat wel een beetje een drama. Omdat het natuurlijk zakken zijn. Die moeten dan op de kop, recht overeind, moeten ze vast worden gezet. Die bakjes en zo, die kunnen wel op de kop. Maar die uienzakken niet. Oké. Het is alleen lastig dat ik elke keer... Of veld 19 is in de veiling. Nou, veld 19 hebben we niet nodig. Hartstikke groot veld, man. Het is het grootste veld van de hele map. Dat is niet nodig. En hoe is het met het gras? Nou, het is ook bevroren. Hè? Het is nog koud. Dus het heeft sowieso geen zin om het te gaan maaien. Maar de eieren hebben we in ieder geval verkocht. We hebben toch, hoeveel is het? 2600 euro verdiend. En die eieren, ja, het is niet veel, maar ja. Alle kleine beetjes helpen.
En dan moeten we dus gewoon... Kijk, wat we natuurlijk ook kunnen doen, is ook niet de bedoeling... dat we de trekken over de schutting heen gooien. En dat we dan op die manier alles inladen. Dat kan ook. Niet helemaal de bedoeling, maar het zal wel kunnen. Kijk, wat ik dan eigenlijk wil gaan doen... Kijk, als ik hem nou hier plaats... Zo. Dit is een drama om deze dingen te... Maar dan moeten ze dus zo op de trailer leggen. Op de kop. Want dan worden ze namelijk direct verkocht. Moet wel even zo doen. Zo. Maar het is echt een drama soms om die dingen goed neer te zetten. Want het zijn best wel veel dingen hoor. Kijk, het levert wel natuurlijk wel mooi wat geld op. En daar gaat het om. Alleen het is een beetje een drama om die dingen op te laden. Dat denk ik ook niet dat we er nou weer drie naast elkaar kunnen doen. Of als we net geluk hebben dat het wel kan. Zo. Dan moet ik oppassen dat ik die poort niet sluit. Zo. Ja, hier moeten we echt een efficiëntere manier voor vinden, jongens. Met de fiets wil niet, want dat is veel te zwaar. Dat hebben we de vorige keer al geprobeerd. Die dingen die vliegen, dat vliegt nog net niet de lucht in. Er past geen enkele trekker hier doorheen. De shovel past hier ook niet. Trouwens, we hebben ook geen shovel meer. Die past hier ook niet doorheen. Wat is een goede, efficiënte manier om deze dingen te gaan verkopen? Ja, wat we kunnen doen... Dat is misschien beter... Is om ze direct op verkopen te zetten. Dan verdienen we wel minder. Even kijken hoor. Kijk, verkopen. En die ook op verkopen. Daar staat hij al op. Onions. Staat ook op verkopen. Cucumbers staat ook op verkopen. Daar gaat alles dus in één keer op verkopen. Verkopen. Druif. Oh, die hebben geen water meer. En appels hebben ook geen water meer. Oké, dus dan moeten we weer even water geven. Maar alles staat dus nu op verkopen. Dus in principe... Nou, dat bedoel ik dus. Dat ik dus net ook heel de tijd met die eieren. Het is hier allemaal zo krap. En als ik één tikje doe, dan flikkert alles er ook af. Zo. 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 Hebben ze geen kunstmest nodig? Maar het is inderdaad misschien wel handig wat jullie ook zeiden. Huh, waarom staat alles uit? Waarom gebeurt er niks meer? Het zal wel. Wat jullie ook zeiden, ik weet niet meer wie dat zei. Want dat karretje met het water wat we ook aan de ene geven om die hier naartoe te doen. Want dan hoef je niet altijd met die... met dat ding te poepviolen. Laten we heel veel trekken iets naar achteren doen. Dat ik iets meer ruimte. Zet ik heel eventjes het verkeer uit. Anders heel dat getuiter aan de kop. We hebben ook iets meer ruimte. We gaan niet alle zooi verkopen hoor. Ik wil in ieder geval vast beginnen met een deel verkopen. En doen we de andere keer het andere deel. Want we hebben zoveel van die kistjes. En dan ben je morgen vroeg nog niet klaar. Dit zetten we zo neer dat ik met de eieren... Kijk, dit had ik dus net ook heel tijd. En dan laat hij weer los. Op de een of andere manier, als je in een college zit, dan vlieg je de lucht in. Geen idee waarom. Maar dan moet je dat ding weer opnieuw pakken. Een beetje vervelend. Maar, daarentegen, het is zo'n geweldige mooie map. En jullie vinden het ook fantastisch om naar te kijken. Dus daar ben ik ook blij mee. Ja, en het is nou gewoon puur wachten op kalfjes. Kijk, hup, daar gaan we weer. Om te wachten op kalfjes. Daar ben ik zo benieuwd naar. Even er tussen squeezen, zo. Kijk, top. Eigenlijk hoor je ze niet zo te transporteren, maar dan rijden we zo naar die keel toe. En houden we verkocht. Is klaar. Oké, dan hebben we dus in ieder geval het sla hebben we verkocht. Of in ieder geval opgeladen. Gemüse, Friese Gemüse. Oftewel verse groenten.
Dan hebben we hier. Hebben we nog tomaten? Maar heeft helemaal niks geen kunstmest meer? Je wilt toch? Want waarom zie ik nou geen plantjes meer? Omdat ze geen water hebben, denk ik. Dan moeten we straks eventjes zo'n karretje fixen. En dan brengen we die hier even hier. En dan kunnen we die vullen. En dan kunnen we de velden. Kunnen we weer van water voorzien. Maar ik ga hier nog wel eventjes mee bezig, jongens. Dan gaan we dit even verkopen. We hebben daar niet zo heel veel gedaan in deze aflevering, maar het zij zo. Het staat nu in ieder geval volledig op verkopen. Dus als het goed is, wordt alles nu mooi verkocht. Hoop ik. Nou goed, ik heb in ieder geval even een deel heb ik opgeladen. We hebben de komkommers heb ik opgeladen, de tomaten, de sla en één bloemkool ding. De volgende keer doen we dit en de uien en de appels. En dan verkopen we eerst dit eventjes. Dan wil ik eventjes zo'n ding fixen. Laat ik het even vastzetten. Dat kan misschien nog wat handig zijn. Hoe heet het? Om even zo'n watertrilletje te hebben. Dan gaan we dat even fixen. En dan kunnen we op die manier kunnen we inderdaad alles water geven. Dat scheelt weer een hoop gedoe. Want volgens mij gaat daar 500 liter in dat karretje. Nou, en dan gaat volgens mij 200 liter per... Of 100 liter, dacht ik. 100 of 200 liter per tuintje. Nou, dan moet dat in principe toch goed komen. En dan wil ik alleen nog kunstmest hebben. Maar ik bedenk me nou eventjes, hè. Kunnen wij die kisten ook verkopen? Ja, dat kan. Maar die hebben we nou toch niet nodig, want die kistjes die worden zelf... zelf erbij geleverd. Dus dat is... Dat is ideaal. Nou, op naar die gemuzen bouwen. Om die boel te verkopen. En dan gaan we eventjes de tuintjes weer water geven. En dan staan ze dus in principe eigenlijk op... hoe heet het? Dan staan ze op verkopen. Dus dat zal dat goed moeten zijn. Nou, naar links. Rustig de bocht nemen. Dan liggen we straks nog onder ze boven. Nice. Dan hebben we het nieuwe karretje. Ik moest even de nieuwe kopen. Nou, dat is op zich niet zo heel erg. Maar als het goed is, zou dit dan inderdaad ook werken. Om water te geven. Ik moet even die klep los doen. Dan lopen we naar die... ik hoop dat dat werkt. Ik weet niet of ik dan op R moet drukken. Of dat ik op... Weet ik voor wat moet drukken. Want je hebt daar ook nog een ding. Is dat wel een beetje vervelend hier trouwens. Kan ik dat ding hier bijvullen? Eigenlijk. Moet ik eerst even deze ding aan de kant doen. Hoppakee. Ik denk niet dat dit werkt, jongens. Ik kan niet op R drukken of iets. En het is natuurlijk nou winter. Dus... Die bron die werkt ook niet. Dat is allemaal bevroren. Maar wat is dit voor ding dan? Waar halen wij water weg? Je zou zeggen dat het in principe moet werken, toch? Ja, wat we ook kunnen doen, ik weet het, het hoort niet. Maar als we er water in pleuren op deze manier, kijk, er zit water in. Kunnen we dan op deze manier water geven? Ja, het kan wel. Kijk, als we dan alles langs gaan. Zo. Ga je een mooi thumbnailtje van maken. Ja hoor. Ja, er gaat best wel wat water in die dingen. Nou, dan naar de volgende. Maar dit werkt dus wel. Alleen het vullen van dit ding is wel eventjes de vraag. Hoe we dat moeten doen. Kijk, dan is hij leeg, maar dan zouden we dus weer op deze manier moeten we dan weer bijvullen. Want water kost niks. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Maar ja, het is niet hoe het moet, eigenlijk. Zo. Dat heeft water. Maar ik zie de triggers ook niet meer. Ik zie de triggers. Of zou het zijn omdat het winter is dat we ze niet zien? Dat ze misschien niet werken omdat het winter is. Dat zou kunnen.
Dat het alleen in het voorjaar werkt. Dat is misschien nog wel een ding, ja. Even kijken, dat was toch hier? Hier, ja. Oké, moet ik hem eventjes weer bijvullen. En volgens mij hebben we dan alles gehad. Zo, er gaat water in daar. Volgens mij hebben wij nou alles gehad. Dacht ik. Even kijken. Alles heeft nu water, alleen kunstmest is gewoon laag. En dat moesten we toch zo doen. Want ik zie geen triggers meer. Of moet die zo? Oh, dat was hem. Werkt dit? Als ik nou die pak. Dat werkt ook nog niet. Ja, Garden Field 3 Allotment. Dat heeft kunstmest. Hup, die is ook weg. We hebben gelukkig nog een aantal zakken. Anders kunnen we zo met de auto zo die kant op. Die heeft ook zat. Die heeft zat. Ja, oh. 20 liter. Dat was die. Oh. Mag ik even die zak pakken? Dankjewel. Ja, dan moeten we deze nog hebben. Maar werkt alles dan? De druiven hebben... Ja, die hebben alleen water nodig, dat klopt. En de... Fruit trees, apples, water. Ja, die hebben ook alleen maar water nodig. Dus als het goed is, hebben we nu alles weer op en top. Dacht ik. Ja, volgens mij wel. Oké, top. Nou, dit is dus de laatste kunstmestzak die we hebben. Dan moeten we dus binnenkort weer even een paar van die zakken halen. Dan kunnen we zo met de auto die kant op. Daarnaast hebben we dus, dit is nu allemaal klaar. Dan wil ik nog heel eventjes kijken bij de... Ik laat de vent hier staan, zodat we de volgende keer dat andere groente kunnen verkopen. Het gaat sneeuwen trouwens. Ik wil nog heel eventjes kijken bij de dieren. En dan hebben we vandaag eigenlijk geen... dinges gedaan, hoe heet dat? Geen veldwerk, maar ja, we hebben alle velden al gedaan. Maar zo blijf je wel bezig, omdat je hebt tuintjes, je hebt dieren, je hebt dit, je hebt dat, je hebt zus, je hebt zo. Dus dat is wel hartstikke leuk. En dit ziet er ook allemaal goed uit. Ik weet niet hoe het met de water van de koeien is eigenlijk. Ja, we hebben nog steeds 15 koeien. Oh nee, water hadden ze niet nodig. Dat is ook zo. Ze hebben 4200 liter aan melk. Nou, als het goed is, zouden wij ook met die trolley... Deze kunnen we ook melk vervoeren. Op een gegeven moment, als wij namelijk kalfjes hebben, dan moeten we melk uit de tank halen. Dan lopen we hier zo... Hier zo naar die iglo's. En dan kunnen we water geven. Ook kunnen wij dan op deze manier, als ik deze open doe... Banen, oostlakenroom. Ei. Ik weet niet of dit nou al werkt hoor. Kijk, zie je? Dan kunnen we dat alvast maken. Dan hebben we iglo's namelijk een beetje stro. Waar de kalfjes zich in bevinden. Zie je dat? Hoe is... Die stier die wordt wild. Oké, dan kunnen de kalfjes zich daar lekker in bezighouden. Zie je dat? En dan moeten we alleen naar de volgende keer. Moeten we dus water fixen. Of van water bedoel ik melk. Maar ja, dan moeten we wel eerst kalfjes hebben. En die kalfjes die worden hier dan groter gebracht. Nou, wat we ook kunnen doen, is natuurlijk van het melk, omdat we nu nog geen kalfjes hebben, is kaas maken. En die kaas kunnen we dan ook weer veranderen. Maar dat is voor de volgende keer. Ik denk dat we er nou een einde aan breien. Ik hoop daarentegen natuurlijk wel dat jullie het leuk hebben gevonden, jongens. Mocht je natuurlijk een leuke video hebben gevonden, mag je dan bloemen met de blauwe duimpje omhoog. We hebben mooi wat gedaan op de boerderij. Dat gaat helemaal goed komen. En dan hopelijk dat we de volgende keer... Dat wij kalfjes hebben. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de sport. En heel graag tot de volgende keer. Kalm!